Nuchter TV met Jay. Hallo dames en heren, leuk dat je kijkt naar Nuchter TV met Jay, aflevering 1 plus 2. Ja, sorry voor dat rekensommetje, maar ik wou gewoon niet aflevering 3 zeggen. Dat klinkt gewoon niet Nuchter TV met Jay, aflevering 3. Maar, anyway dames en heren, het is nu al 2 dagen achter elkaar 18 graden. Dus ik dacht van, hey, we gaan even een lekkere zomerse vibe hier eraan pakken. Hè? Het is summer jam. En ik heb mezelf getrakteerd op een heerlijke cocktail met wat fruit. Oh, oh, kijk eens. Oh, 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 oh. We gaan beginnen! Nuchter TV met Jay, aflevering 1 plus 2. Go! We hebben echt wel iets bereikt met elkaar, hoor. Sorry, hoor. Ik hou dit al langer dan 2 weken vol. Dus ik wil sowieso even iedereen bedanken die in mij geloofde. Want jullie gaven mij de kracht om door te gaan. Verder wil ik ook iedereen bedanken die niet in mij geloven. Want jullie gaven mij de kracht om verder te gaan. En om jullie te irriteren. In deze reeks hebben wij al zoveel met elkaar meegemaakt. Weet je nog allemaal? Nuchter TV, aflevering 1. Het voelt als gisteren. En daarna, wist je nog? Nuchter TV, aflevering 2. En nu dan? Na al die afleveringen. Aflevering 3. Voordat we gaan beginnen aan de uitzending, moet ik eerst even de stelling van vorige week behandelen. Vorige week vroeg ik aan jullie, hebben jullie nog vertrouwen in de politiek? Of zien jullie dit als een verdeel- en heersspelletje? Ik werd verrast door jullie antwoorden. Er is geen vertrouwen meer in de politiek. Dat vind ik iets positiefs, want weet je wat je dan eigenlijk zegt? Ik heb geen vertrouwen meer in de leiders van dit land. En zodra je zegt, ik heb geen vertrouwen meer in de leiders van dit land, pas dan ga je het leiderschap in jezelf ontdekken. Dus ik zeg, jongens, ik vind het helemaal hartstikke mooi hier. Er zaten ook nog mensen bij die zeiden, luister, ik vertrouw wel nog in de politiek. Jawel, ik denk dat we moeten gaan stemmen, want als we niet stemmen, dan gaan we stemmen naar de grootste partij. En ik denk dat er gewoon partijen bij zitten die het heel goed met ons voor hebben, maar die gewoon slachtoffer zijn geworden van mediaframing. Goed, weet je, open-minded. Ik neem het gewoon aan. Laten we even stellen dat dat zo is. Dus dat er nog politieke partijen zijn die het beste met ons voor hebben, maar slachtoffer zijn geworden van mediaframing. Dat kan. Goed, maar dan ga ik je alsnog nu uitleggen waarom de politiek een doodlopende straat is. Geen enkele politieke partij regeert alleen. Als er een motie wordt ingediend, wordt daarvoor gestemd. Bij elke motie moet er een kamermeerderheid worden gecreëerd voor een bepaalde motie tot die wordt aangenomen of verworpen. Ons politieke systeem is zo erg verdeeld dat er nooit een kamermeerderheid zal komen voor bepaalde zaken. En met name de zaken die belangrijk zijn voor de rechten van de burgers. Bijvoorbeeld een PVV zal nooit samenwerken met een DENK. En een VVD en een D66 zal nooit samenwerken met een FVD. Maar dan kan je je afvragen, is dit bewust zo? Hoe kan dat eigenlijk dat we als Kamer zo verdeeld zijn dat we geen enkele motie er doorheen krijgen geduwd? We hebben het afgelopen jaar kunnen zien welke motie ook wordt ingediend. Er moet een Kamermeerderheid zijn. En die is er niet. De politiek loopt dood. Ik zie de politiek gewoon, het zijn allemaal verschillende mannen met verschillende pakken, met verschillende idealen. De ene die zegt van, nou, het milieu is heel erg belangrijk. En de andere zegt, nee, dit is heel erg belangrijk. En de andere zegt, nee, dat en nee, dus. Allemaal verschillende idealen, maar allemaal dezelfde pet. En het idee dat wij leven in een democratische rechtsstaat, come on, dat is niet zo. Dat hebben we afgelopen week toch allemaal kunnen zien. Weet je niet waar ik het over heb? Oké, is goed. We gaan beginnen. Nuchter TV met Jay, aflevering 1 plus 2. We beginnen deze aflevering met 10 seconden stilte. Om even stil te staan bij het overlijden van de rechtsstaat in Nederland. Afgelopen week stond in het teken van de avondklok. De avondklok werd door de rechter van tafel geveegd. En waarom? Omdat bij het invoeren van de avondklok niet sprake was van een noodsituatie. Dus er heerste opluchting, vrolijkheid, euforie in de samenleving. Net voordat wij de champagneflessen wouden openen, zei Mark Rutte... Wacht even jongens, even kijken naar de VAR. Laten we dit nog maar eens even goed bekijken.
Terwijl de slachtoffers van de toeslagenaffaire 5 lange jaren moesten wachten op duidelijkheid, is deze keer de staat in no time een spoedappel aan te vragen. Dus de rechtszaak ging verder. Maar de rechter, die uiteindelijk de zus van kapitein Haak bleek te zijn, die werd gevraagd. En waarom? Want Virus Waarheid zei, zij is niet onafhankelijk, zij is niet onpartijdig. Nee, we wraken u. Binnen no time werd de wraking afgewezen en de zitting ging door. Net voordat het 9 uur is, zegt de rechter... Sorry jongens, we moeten even wachten tot vrijdag. Nu even niet. Gewoon dus even nog afkloppen. En waarom dan? Omdat fuck de rechtsstaat. Ja oké, okay, ze zeiden ze dat niet precies, maar ik haal gewoon even de kernboodschap eruit. Dat bespaart jullie allemaal heel wat dure woorden. Oh my god, en toen? Toen stelde Grapperhaus meteen een spoedwet op die wel de avondklok zou dekken. En toen? Nou, toen greep koning Willem-Alexander met alle spoed naar zijn pen om deze wet te ondertekenen, omdat hij natuurlijk het beste voor heeft met de burgers. En toen werd er een motie ingediend in de Tweede Kamer. En deze motie werd meteen aangenomen omdat de Tweede Kamer natuurlijk de burgers vertegenwoordigt. En de burgers hebben natuurlijk zin in een avondklok. Want dat bleek ook uit een poll van Nederland 1. Oh my god! En toen, vrijdag was de zitting... Klaar, ik ga niet verder jongens. Jullie zien toch ook wel wat aan de hand is, of niet? Is dit nog democratie of kom, nee. Dan moet je de bril op. Zit geen sterkte in, maar kom, doe de bril op, want er is geen democratie hier. Als je nu nog denkt dat er sprake is van een democratische rechtsstaat. Grapperhaus, de koning, de kamer, de rechter. Kom op, hé. Allemaal verschillende mensen, verschillende idealen met dezelfde pet. Scheid eruit. Het is gewoon een grote poppenkast. Maar, dan wil ik jullie wel even één ding vragen. Hebben jullie goed gekeken naar de motie in de Tweede Kamer? Heb je goed gelezen wat hier nou echt staat? Ik ga het trouwens even oplezen, want hier zitten er toch een paar moeilijke dure woorden bij. Wijziging van de wet publieke gezondheid in verband met een tijdelijke bevoegdheid om het vertoeven in de open lucht te beperken ten einde de verspreiding van het SARS-CoV-virus zoveel mogelijk te belemmeren. Nu goed leest, is hier nou een tijd aangebonden? Het is gewoon het beperken om je te verplaatsen in de buitenlucht. Oké, okay, dat staat in de wet, maar er staat geen tijd bij. Zou het dan kunnen zijn dat deze avondklok verandert in een ochtendklok of een middagklok of gewoon überhaupt een klok? Ik zie hier geen tijd bij. Goed, we vragen het even aan onze minister. Kan de minister bevestigen dat er deze wet ook geen grondslag kan bieden om een dergelijke maatregel voor overdag de mensen in eigen huis op te sluiten te kunnen nemen? De minister, dat soort dingen. Maar daar zal dus altijd aan de orde komen als het kabinet ineens zou zeggen... nou, we gaan het van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's middags doen, om het maar zo te zeggen. Als nu in het kader van de COVID-19-pandemie zou blijken uit allerlei zaken... dat er wordt gezegd, ja, ik kan het me niet voorstellen hoor... maar dat het tussen 8 en 2 we niet het huis uit moeten... het virus meer een ochtendmens is geworden. Zei hij nou echt dat als het virus een ochtendmens wordt, dan moeten we misschien... Zei hij dat? Hij zei dat. Ik weet niet wat deze mensen roken, maar ik wil het. Alles wijst erop dat de avondklok effectief is. Dat zei Van Dissel. En hier zie je wanneer... Oeps, sorry. En hier zie je wanneer de avondklok werd ingevoegd. Iedereen heeft iemand in zijn leven nodig die gewoon net zo hard vecht voor hem als het kabinet vecht voor de avondklok. Poesel probeerde wel nog wat kritiek te leveren over de avondklok, maar Mark Rutte was daar niet echt van onder de indruk. We vroegen de premier waarom die avondklok een passende maatregel zou zijn. Rutte kon niet aantonen waarom die avondklok het beste middel is. Rutte kon niet aantonen waarom met die avondklok de vrijheid van mensen moet worden afgepakt. Voorzitter, dat de Raad van State kritisch was, daar had Rutte ook geen boodschap aan. En daarom stemde Denk tegen die avondklok, want het was broddelwerk. Het is een janboel, het is gewoon een slecht verhaal. Deze gast nog gewoon echt te tekenen? Maar wat zit hij dan te tekenen? Dat hebben wij even uitgezocht voor jou. We zitten in de fucking wereldgezondheidscrisis en dan ga je kruisje bolletje doen. Duidelijk jongens, de politiek is je redding niet. En als je het echt nog niet wil zien... Kijk naar dit. Een motie over het in kaart brengen van alle medische en economische schade van het afgelopen jaar. Gewoon niks eraan doen, maar het gewoon in kaart brengen van wat hebben we nu eigenlijk gedaan precies. Die motie wordt verworpen. En ik weet niet precies hoe dat zit met die politiek, want ik verdiep me er helemaal niet in. Maar ik zie hier meer groene bolletjes dan rode bolletjes. En dit ziet, come on, politiek. Is het niet? Waarom zou je niet willen weten wat voor schade je aanricht om een bepaald doel te halen? Nou, jongens, ik ben al 30 kilo afgevallen met het gebruik van crystal meth.
Het gaat eigenlijk gewoon heel erg goed. Mijn tanden die vallen uit, mijn haren die vallen uit en mijn oog trilt terwijl ik probeer te plassen. Maar voor de rest, 30 kilo afgevallen. Ik bedoel, voor de rest hoef ik niet te weten. Eindexamen, ze gaan door. En de scholieren mogen een extra onvoldoende halen. We zijn er dus eigenlijk gewoon oké mee dat onze generatie steeds dommer wordt. En dat is eigenlijk gewoon heel erg begrijpelijk, want anders krijgt Mark Rutte geen stemmen meer. We hebben mensen nodig die net slim genoeg zijn om te werken en verder helemaal geen vragen te stellen voor wie ze eigenlijk werken. Voor de staat. Verder nieuws. Vrees van golf van aanslagen door IS als de lockdown eindigt. Ja, tuurlijk, tuurlijk, want alle terroristen houden zich prima aan de regels. Ja jongens, als je dacht van nou dadelijk als het virus weg is, dan kunnen we weer gewoon weer lekker open. Kunnen we denk ik beter gewoon in lockdown blijven, want IS kan aanslaan. Valt het je niet op dat er alleen terroristen bestaan als de media zegt dat terroristen bestaan? Trouwens pas na de lockdown, ga naar de Jumbo, zijn mensen genoeg? Of naar Schiphol? Of naar... Mag ik niet zeggen. Wel erg zwaar nieuws, Jay. Hallo, ja sorry jongens, don't shoot the messenger. Dit is het nieuws van deze week. Is er ook nog ergens hoop? Ja, natuurlijk is er hoop. Want hoopvolle geluiden. Minder dan 0,1% van de mensen die de tweede prik hebben gehad, is na de eerste week niet meer ziek geworden. Prachtig hoopvol nieuws. Nog meer hoopvol nieuws. Comedian Tisha Boy J, die in een jaar tijd meer dan 5000 mensen knuffelde, is nog steeds niet ziek geworden. Alleen maar hoopvol nieuws. Wat is er verder in het nieuws? Onderzoekers roepen op, test ook bij hoofdpijn en vermoeidheid op corona. Deze symptomen komen erg vaak voor bij mensen die corona hebben. Teringhei, mogen wij ook nog gewoon iets doen zonder dat het gelijk wordt aan dat? Oh, onderzoekers, test ook de mensen die ademen bij corona. Iedereen die corona had, die ademde. Test bij zuurstof. We leven in een pandemie door een ziekte die zo erg is dat je je moet laten testen voordat je weet dat je hem hebt. En nu blijkt ook nog eens, 64% van de Nederlanders lijdt aan vermoeidheid. Kan het dan zijn dat 64% van de Nederlanders lijdt aan corona? Dan zouden we toch eigenlijk al een behoorlijke groepsimmuniteit moeten hebben opgebouwd. Oh nee, wacht, nee, dat bestond niet meer. 1% van de Nederlanders lijdt aan vermoeidheid. En weet je hoe dat komt? Wij zijn fucking moe van dit kutbeleid. We doen dit voor de zorg. 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 Trouwens, wat dragen jullie bij het eenjarig bestaan van Flatten the Curve? Let me know in de comments. Is er nog ander nieuws dan virusnieuws? Natuurlijk is er nog anders nieuws. We zijn geland op Mars! Oh my god! Jongens, ik wil niet veel zeggen, hè, maar voordat wij gaan reizen naar andere planeten, zullen we dan eerst even de shit fixen die op deze planeet zijn het veroorzaken. Meer nieuws? Oh ja, zeker. De jodenkoeken worden vervangen. Het zijn nu niet meer jodenkoeken, het zijn nu odekoeken. Jongens. Alsjeblieft, gaan we discussiëren over een naam van een koekje? Er zijn mensen die sterven aan honger op dit moment. En wij hebben een discussie over een naam van een koekje. Een koekje heeft helemaal geen naam. Een koekje is eigenlijk gewoon, is gewoon een koekje. Meer niet. Wij hebben echt niks te doen hier. Is er nog meer? Ja, natuurlijk. Er is kritiek op de houtkachel. Ja, sorry jongens, ik probeer ook ander nieuws te krijgen, maar ja, er is kritiek op de houtkachel. Het blijkt nu te zijn dat de houtkachel eigenlijk voor veel meer schade aan het milieu brengt dan dat we eigenlijk dachten. De houtkachel, zullen we ons misschien even druk maken wat Shell aan het doen is in Nigeria? 240 liter olie wordt gelekt in de rivier en wij maken ons druk om een houtkachel van Gert. Laat Gert toch lekker stoken, man! Nog meer positief nieuws? Ja, zeker! Er zijn in totaal in een jaar tijd 70 mensen overleden onder de 70 aan de zee. En in datzelfde jaar zijn er 71 mensen overleden door het stikken in een lolly. Tweede, dat verzin ik, maar dat eerste is waar. En ik weet niet wat erger is. Nog meer positief nieuws? Oh ja, zeker. Er is weer een nieuwe variant. Je gelooft het niet, er is weer een nieuwe variant. Maar deze keer is het geen land meer. Het is niet meer Duitsland, Engeland, Brazilië, Oeganda, al die dingen. Nee, dat is niet meer pakkend genoeg. Nu hebben we een nieuwe variant en dit is gewoon eigenlijk een letter-cijfer combinatie. Dit is de B15250. Zeg ik het goed? Ik weet het niet. En straks komt de B12X3V Vision. Die komt ook nog, maar yeah. Het begon als een pandemie. Uiteindelijk is dit een IQ-test geworden. En heel veel mensen falen. Meer leuk nieuws? Oh ja, zeker. Baloo met een kroon. Kijk nou, dit is toch geweldig. Kijk, dit is zo. TV aflevering 1 plus 2 met Jay. We gaan hem afsluiten, dames en heren. Maar voordat we hem afsluiten, gaan we eerst nog een vraag stellen. En de vraag van vandaag is... Heb jij nog vertrouwen? We weten nu dat de politiek ons niet gaat redden. Heb je het gevoel dat we hieruit gaan komen? Heb je het gevoel dat het licht gaat winnen van het donker? Of worden wij allemaal opgeslokt door het donker en gaan we de verdoemenis in? Heb je nog hoop of heb je geen hoop meer? Dat is de vraag van vandaag.
Laat het me weten in de comments. Dit was Nuchter TV aflevering 1+2 met Jay. Dankjewel.